Je bent gewaarschuwd. Ik heb het geprobeerd. Absoluut niet proberen. Echt waar. Ik ben tot de vaststelling gekomen, hoe minder hersenen, hoe minder zin voor humor. Hè? Echt, vorig jaar, hè, na een voorstelling, ik zal het nooit meer vergeten. Na een voorstelling, ik rijd naar huis, hè, langs de snelweg. Ik rijd te snel, maar dat noemde ook zo, dat spel. Hè. En ze doen mij stoppen. Ze doen mij stoppen en er komt zo'n rijkswachter naar mij en zegt... Meneer, weet u waarom wij u doen stoppen? En ik, in de overtuiging dat ik een van mijn topavonden had, natuurlijk. Toch nooit voor dat lijk in mijn koffer. Uitstappen. Koffer open. Ik doe die koffer open, het zit toch niets in. Waar is dat lijk? Het is ontsnapt. Ik had de handboeien losgedaan, hè. Ja, die... Dat verhaal van de ontsnapping van Dutroux vond ik ook zo mooi. Ik zat ook in de auto toen dat gebeurde. Maar ik zat ook in de auto. Ik zat te luisteren naar de radio. En opeens wordt dat radioprogramma onderbroken, zegt de nieuwslezer... Vernemen zo pas dat Marc Dutroux ontsnapt is. Weet je wat dat mijn reactie was? En Elvis leeft. Ja, maar ik had een indruk dat ik in de cinema zat, hè, jongen. Maar hadden jullie dat doen? Ik had een indruk... Geert, je zit in de bioscoop. Je zit te kijken naar een film. Je weet, het is spannend. Maar in het echt gebeurt dat niet. Maar dan mogen we één ding nooit uit het oog verliezen. Hè. Dit is België. Surrealisme, dat is hier geen kunststroming, maar een levenswijze. Wat was er gebeurd? Marc Dutroux die zat in de rechtbank in Neufchâteau in zijn dossiers te kijken. Enfin, er moet iemand in zijn dossiers kijken. Maar moet Marc Dutroux dat dan doen? Hè? Hij weet toch wel wat hij gedaan heeft, zeker. Maar dit land is zo'n zottekot, zou mij niet verbazen dat Dutroux uiteindelijk nog zal opgeroepen worden om in zijn eigen jury te zitten. Maar dus Marc Dutroux zat in de rechtbank in Neufchâteau in zijn dossiers te kijken. Als een handboeien waren los, hè. Gevaarlijkste gangster van het land. Boef nummer 1. Ja, de rijkswacht, uw vriend, handboeien los. Ja, ze hadden zijn handboeien losgedaan. Die twee rijkswachters die moesten bewaken zullen gedacht hebben... We zijn toch oud genoeg. Hij zal ons niet lastigvallen. Maar herinner je nog de beelden van die twee rijkswachters die Marc Dutroux moesten bewaken? Er waren zo twee gezellige, ronde champetters. Hij zo dat hem de stukje uit die broek... Dichter bij het vingertje komt. Hier zit de gevaarlijkste boef van het land. Hier zijn bewakers. Ik wil weten, toen Marc Dutroux op een gegeven moment zei tegen die rijkswachter... Mag ik eens uw pistool zien? Dat er een van die rijkswachters zei... Natuurlijk, het is toch niet geladen. Niet geladen. Ja. En die moet je dus terugvinden, die moet je herkennen. En dat kan je op een aantal manieren doen. Dat kan je nogmaals door te zingen, te mimen, door iets voor te dragen. Maar het moet overtuigend zijn. Arme, arme landgenoten. Het gaat niet goed. Het is oorlog. Ik lig onder vuur. Maar zolang ik er nog ben, wil ik graag het woord tot u richten. Arme landgenoten, het gaat in het algemeen niet goed. We gaan er in meerdere opzichten op achteruit. Economisch, sociaal, BH forestisch,
Ten opzichte van vroeger en ten opzichte van de rest van de wereld. Ik kan me voorstellen dat u dat jammer vindt. Of vervelend. Of kut. Ik kan me ook voorstellen dat er onder u mensen zijn voor wie het echt erg is. Voor mij bijvoorbeeld. Heeft de achteruitgang geen desastreuze gevolgen? Waarschijnlijk kan ik tot in den doet nog roomboter op mijn witte bolletjes smeren. Ik weet dat niet iedereen dat kan zeggen. Maar het gaat er niet om wat u vindt. Het gaat erom dat u er bent. En dat u met de dingen omgaat. En hoe u met de dingen omgaat. Zoals met de achteruitgang. Die is namelijk alleen een achteruitgang ten opzichte van de situatie ervoor. In de situatie ervoor was namelijk sprake van een achteringang. Dat was een grapje. In de situatie ervoor was sprake van een vooruitgang ten opzichte van de situatie daarvoor. En straks zal het weer beter gaan. Kop op, landgenoten. Heeft iemand u gezegd dat het makkelijk ging worden? Of leuk? Mij niet. Soms zit het mee. En soms zit het tegen. Wist u overigens dat de margarita de goedkoopste onder alle pizza's is? Ach, landgenoten, was er maar een gat waar we af en toe lekker in konden verdwijnen. Of een konijnenholletje. Waar is het gat waar wij in kunnen verdwijnen? Ik zie wel veel andere gaten. In de begroting. In mijn moeders geheugen. In Alex' hand. Maar de tijden zijn veranderd. Op dit moment zijn tijden onderhevig aan veranderingen. Het gaat erom dat we daarmee omgaan. Met de veranderingen. Met de achteruitgang. Met de gaten. En het gaat er niet om wat u van mij vindt. Het gaat erom dat ik er ben. En dat ik er blijf. Zo lang mogelijk. Thank you.
Ach, zou dat groepje er nog zijn, die altijd zongen van dat plein. Doe er straks trek 9 van cursief, Susanna. Er was ook een piano bij. Nou ja, ambities gehad. Ik heb natuurlijk meegedaan met het Leids Cabaret Festival. Maar dat was niet echt een ambitie om dan echt professioneel cabaretier te worden. Ik deed het graag voor de lol. En op amateurfestivals en zo trad ik wel eens een kwartiertje op. En toen was er een jongen, die heette Ron Versteeg. En die ging ons regisseren en die hoorde van het Leids Cabaret Festival. Die zei, daar ga jij op inschrijven. En ik deed altijd precies wat Ron zei, want die had er verstand van. Dus wij hadden een half uurtje en tot onze grote verbijstering gingen we dat winnen. We hadden ook geen programma. Dus Harry Kies, die kwam naar ons kijken. Want hebben jullie een videoband of een geluidsbandje of wat dan ook? Dat hadden we allemaal niet, want we hadden geen optredens. Dus wij gingen maar in een zaaltje staan en we traden alleen op voor Harry Kies. En Harry zei na afloop, en dat vond ik wel verschrikkelijk leuk, hij zei, ik wist toen al dat jullie het zouden gaan winnen. Goedenavond, welkom bij AVRO's Andermansferen. Ja, u hoorde Erik van Muiswinkel net een mild commentaar geven op de oude school van Donkey Shocking. Op dat goede, oude, traditionele cabaret. Nou, toen hebben we nog cabaretten gedaan. En dan haalden we ook de finale. En toen eigenlijk zijn we gestopt. Want toen kwam ik er toch eigenlijk wel achter. En Peter Koekoek ook, mijn maat, van we zijn helemaal geen artiesten. En ik vind het veel leuker om aan mensen te laten zien en aan mensen te laten horen wat ik nou mooi vind. Ik vind het veel leuker om te zeggen van... jongen,